Leuk dat je allemaal kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en vandaag de aankomende week komt de hittegolf. Ik ben echt super benieuwd. Wij gaan lekker varen, veel water drinken, veel hydrateren, veel zonnen, maar ook lekker alcohol drinken. Ik weet niet of het slim is, maar we will see. Dus ik hoop lekker bruin te worden en ja, helemaal zin in. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Volgens mij heb ik gisteren dus helemaal niet eens gevlogd. Maar dat gaat ook super moeilijk op een boot. Want je bent alleen maar aan het zwemmen en in het water. En je camera en je telefoon liggen ergens verschuild in een tas. En ik had het super gezellig. Dus logisch dat je niet aan het filmen bent. We zijn verder nog bezig barbecuen daarna bij een vriend van Stan. Dat is super gezellig. Mijn haar is echt messy, net uit de douche. En toen zijn we eigenlijk wel best redelijk op tijd gaan slapen. Vandaag wordt het ook weer heel mooi weer. Ik ben net lekker op de scooter naar huis gereden. Het was echt super warm al. En vandaag gaan we ook varen. Ik weet nog niet wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe. Ik ga eerst nog sporten, dus helemaal top. Oké, ik heb lekker gesport en het is nu 2:15. Nina staat nu voor de deur. En we gaan weer lekker varen. Het is zo mooi weer, dus dat is de drank. Of course gaan we varen. Jee, ook het moet niet de cool elementen vergeten. Fuck. Nou, de meiden zitten lekker op de boot. Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik dacht, ik ga vandaag wel even. Maar het is echt bizar heet. En anders lekker uit zwemmen. Sorry dat ik echt zo vaak vlog in deze keuken. Maar ik ben letterlijk soms gewoon dagen alleen maar in deze keuken. Aan het werk hier. Zeg maar, iemand commentte van pas, oh, leuke vlog. We hebben alleen de keuken gezien. Maar ja, dit is gewoon mijn leven. Ik werk hier letterlijk fucking vaak. Dus ja, weet je, sorry als er heel veel in de keuken is, maar ik woon hier. Dat is best logisch. En ik werk hier altijd. Dus ja, sorry. Maar goed, ja, de meeste die mij volgen, ja, die kennen het misschien wel al. Ik wil het weer met jullie even delen, want ik ben gewoon fan. Y-food is eigenlijk een gebalanceerde maaltijd in een shake. Bevat genoeg vezels, mineralen, vitamine. Je hebt ze verkrijgbaar in deze formaat, dus 500 ml. Maar ook, je hebt ze ook in wat kleiner formaat. Dit is dus een drinkmaaltijd. En ja, je zit hier dus ook echt vol van. Ik zit hier altijd echt gewoon, als ik dit als lunch neem, vol mee tot in de avond, tot aan het avondeten. Het vult ongeveer 3 tot 5 uur. Dus ja, ik vind het heel chill. Vooral op dagen dat ik het heel druk heb. Ja, gewoon geen tijd heb om eten te maken. En toch gewoon, ja, verantwoorde lunch wil hebben. Ik vind het top. Maar ik kan natuurlijk ook lekker als snackje nemen voor of na het sporten. En Stan, mijn vriend, die gebruikt dat ook heel veel. Die drinkt het ook heel veel. Want ik heb echt super veel ontvangen van hun. Echt super top. Ik zou zeker even het linkje in de beschrijving checken. En dan kan je dus ook bestellen. En ze hebben dus een starters pack. Dan kan je alle smaken even proeven. En even uitproberen voor jezelf van, is dit wat voor mij? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag alweer. Afgelopen dagen alleen maar gezwommen en gevaren. En nu is het even over met de pret. Ik ga mijn nagels laten doen. Gisteren met zwemmen zijn allebei mijn nagels eraf gevallen. Dus dat is heel kut. Dus nu gaan er opnieuw op. En ze zijn sowieso toe aan vervanging. Ik sta hier en ik doe echt alle tijd van de wereld heb. Maar ik moet eigenlijk gewoon al lang gaan. Ik ga vandaag ook gezellig lunchen met Cecile in Amsterdam. Dus dat is ook helemaal leuk. Dus ik moet even snel mijn spullen pakken en dan ga ik er naartoe. En dan ga ik vanuit mijn nagels meteen door. Dus ja, ik zweet me dood. Het is zo warm nog steeds. Alrighty, ik heb net even mijn nagels laten doen. Kijk hoe cute, lekker kort, maar simpel. En dit heb ik gedaan omdat ik 5 weken niet kan. Omdat ik eerst naar Curaçao ga, 4 dagen daarna naar Spanje. En in die tussentijd was dus geen plek. So that fucking sucks. Maar ja, het is niet anders. Dus ik heb ze gewoon lekker kort. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Misschien blijf ik dit ook wel gewoon doen. En dan zijn ze toch gewoon lekker verzorgd. Dus love that. Nu ga ik naar Amsterdam. Ben ik onderweg naar Amsterdam. Ik ga daar even werken op kantoor. En gezellig met Cecile even lunchen en de stad in. Dus super gezellig. Even bij je kletsen. Dus helemaal zin in. Helemaal leuk. Helemaal een leuke gezellige dag. Alright, ik ben op kantoor. Ik ga nu even de week vlog editen. En dan zometeen de stad in met C. Oh, het is zo fucking heet, jongen. Ik heb even zo'n, hoe noem je dat? Sushi wrap gekocht bij de Appie. Dus dat ga ik nu even lekker opeten.
Dus ik dacht, ik doe even een mini mukbang. Mini. Is het fucking heet. Oké, dit is het dus. Dus dat was vaak op maar fucking lang geleden. Het is gewoon simpel en het has low calories. Mmm. Gewoon top. Ben niet zo moeilijk. Ik heb hier dus aan de koelkast ook dit gevonden. Ik weet niet wat het lekker is. Soja topping. Volgens mij is dat wat zoetiger. Mmm. Ja. Ook wel lekker. Ja. Het is eigenlijk gewoon een soort super simpele sojamarkt. Supermarkt sushi, maar ik heb zo'n honger op dit moment, vind ik alles lekker. Bij de appen waar ik dus was, hadden ze geen verse sushi meer. Dus dan dacht ik, nou ja, haal dit wel. Ik had zoveel zin erin en ik dacht, ik ga het ook niet bestellen of zo. Dat slaat ook weer een beetje nergens op. Oh my god, no. Fucking chill. Ik ga wel over een week. Ja. Over een week zit ik gewoon nog in Curaçao. Ik kan echt niet wachten. Zoveel zin in. Gewoon lekker die warmte en die stranden. Ah. Can't wait. En dat is ook nog aan mijn bikinis. Dus daar ga ik ook zo voor kijken in de stad. Het is helemaal gezellig. Zo. Dit voelt best wel erg. Godverdomme, alles valt. Ik ga dus nog even slaan. Verrotteur een erg opeens. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Vandaag is mijn oma 90 jaar geworden. Holy shit, dat is toch niet normaal. Vanochtend was ik even lekker een taartje bij de gaan eten. Super gezellig. En zometeen ga ik lekker sporten. En toen ik net mijn sportkleding aan, ik heb alleen nog maar mijn top aan, mijn broek nog niet, kwam mijn fucking Stronger pakketje binnen. Oh my god, I love Stronger so much. Zoals jullie weten heb ik al meerdere samenwerkingen met hun gehad. Maar daarvoor heb ik denk dat bijna 90% van alle setjes die ik heb van Stronger zijn. En ik draag ze met zoveel liefde. En altijd als ik ze aan heb, zeggen die mij altijd van, wow, wat een chill setje, die wil ik ook. Waar is die van? Dus ik heb weer een lekker pakket vol met sportsetjes. En die ga ik aan jullie laten zien en aan laten doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zoals jullie weten, sport ik het afgelopen half jaar 3 tot 5 keer in de week. Ik zie wel verschil in mijn lichaam natuurlijk. Maar ik doe het vooral echt voor mijn mind. Ik vind het zo chill om gewoon even niks te doen. En ik merk dat ik daarna veel energieker ben. Ik vind het gewoon echt chill om mijn dag mee te starten. Ik ben er echt super dankbaar mee. En hoe fijn als je dat kan doen in kleding waar je gewoon goed in voelt. Waar je ja gewoon zelfverzekerd in voelt. Want een van de grootste motivaties is wel echt het hebben van leuke sportsetjes. Ja, als je er gewoon leuk uitziet, dan, dus met alles zo, dan voel je je gewoon beter. Ik heb echt allemaal leuke kleurtjes. Vet leuk voor de zomer. Hier een oranje, een blauwe, een roze en nog wat zwarte dingen. En zwart, dat kleedt gewoon mooi af. Dus dat staat ook gewoon altijd goed. Ik ga het uitpakken en aandoen en aan jullie laten zien. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie zeggen, check de link in de beschrijving. En gebruik mijn kortingscode SARAV20 voor 20% korting. 20% is best wel veel. Dus kan je lekker met korting shoppen. En krijg je dus 20% korting. De code is geldig voor 2 weken. Dus je kan er nog eventjes over nadenken. En altijd nog later bestellen. Ik heb allebei de maat altijd alles in maat M. Dus dan weten jullie dat ook alvast. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het uitpakken en even bekijken. En ik ben vooral echt heel erg benieuwd naar die kleurtjes. Als eerst dit blauwe setje. Ja, ik vind die kleur echt zo leuk. Maar dit is ook gewoon leuk voor in de winter en voor in de zomer. En dit is een soort stofje die ze nog niet eerder hebben gehad. En het is echt zo, ja, gewoon zacht en zo stretchy. Maar je voelt zeg maar bijna niet dat je een legging aan hebt. Of dat je überhaupt iets aan hebt. Het zit zo
lekker zacht. Dat is niet normaal. Zit ook heel erg mooi bij je kont. Gewoon lekker mooi aangesloten. Top is heel erg mooi. Zit echt heel fijn. Ik vind hem echt heel leuk. Beetje kleuren in die sportschool brengen. Oh, wat. Het zit zo ziek chill. Ik denk dat dit ook heel goed squatproof is. Love it. Ik was trouwens vergeten, maar ik heb ook allemaal korte broekjes. Oh, ik kan niet wachten om het allemaal aan te doen. Het is zo leuk. Dan dit superleuke setje voor de zomer. Lekker met een korte broek. Topje is ook heel leuk. Zit ook pads in. Dus ja, goede, stevige sport-BH zeg maar. Mooi van achter. En het heeft echt een soort, zo'n glimmend stofje. Echt superleuk. En dan is het broekje. Zit ook heel erg mooi. Een soort driekwart lengte dus. Ik vind dit altijd heel mooi. Stronger. Stronger heeft niet alleen sportsetjes, maar ook hele chill lounge setjes. Ik heb hier meerdere van en ik draag ze echt met zoveel liefde. Het zit zo lekker. Dit is gewoon een heel simpel zwart kort broekje. En dit is gewoon een hele leuke top. Maar dit is ook wel gewoon een leuk sportief setje. Als je bijvoorbeeld lekker wil gaan hardlopen of zo. Of lekker gaan yoga. Ik wil vandaag trouwens ook yoga gaan doen in de sportschool. Ga ik dit wel eventjes aandoen. Dan dit vet gezellige kleurtje. Dit is ook een kort broekje, maar deze wat korter. Die ander kwam echt tot hier. Dat is echt een soort driekwart. Maar deze is echt kort. En dit heb ik nog niet. En dit vind ik zo leuk. En eerst had Stronger dit nooit, maar nu hebben ze het dus wel. En hoe leuk is het met zijn setje. Het zit ook heel lekker. Super lekker zacht stofje. Echt top. En dit is gewoon echt, ja, ik vind dit zo leuk voor in de zomer. Heel mooi. En van achter heeft dus deze een open rug. Ik heb nog dat topje van net aan, maar ik kan hier natuurlijk gewoon een sport-BH onder doen. Nou, dan heb ik datzelfde setje dus eigenlijk ook in het zwart. Ik weet niet wat het is, maar altijd staat alles in het zwart gewoon het mooiste. Want het kleedt gewoon mooi af. Je ziet niet zoveel erheen. Maar datzelfde topje en hetzelfde broekje. Maar dit zwarte broekje kan je natuurlijk ook gewoon met elk topje, whatever. Je kan sowieso alles met elkaar combineren. En het leuke is als je sportkleding hebt van dezelfde merk, klopt dit dus altijd. Maar met welk kleurtje en je het combineert, het staat altijd vet. Dus dat vind ik altijd heel leuk. Lijkt alsnog een soort setje. En ja, zo dus van achter. Vind het echt heel mooi. Heel blij met deze setjes. Ik denk dat ik dit ook wel gewoon letterlijk heel het jaar doordraag. Want soms heb ik het zelfs in de winter gewoon fucking heet van sporten. En zie ik sommige mensen ook gewoon in een korte broek. Ja, ik krijg het ook gewoon heet. Dus dit is helemaal toppie. En dan als laatst eigenlijk nog deze zwarte legging. Ja, ik kan niet genoeg zwarte leggings hebben. Ik weet niet wat het is, maar ze vliegen er bij mij doorheen. En het staat gewoon mooi. Het zit lekker. Een kleurtje is leuk, maar toch voel ik me het best gewoon in een zwarte legging. Ja, het zit gewoon echt heel mooi. Wauw, deze zit echt heel chill. Hier ben ik echt ook heel blij mee. Ga ik echt van hebben, want ik vind het gewoon leuk om een zwart legging te hebben. En dan met een leuk gekleurd topje of zo. Wil je nou ook iets bestellen? Check zeker de link in de beschrijving. En vergeet niet mijn kortingscode SARAV20 te gebruiken voor 20% korting. 2 weken geldig dus. Dus ja, veel shopplezier en helemaal buiten adem van alles. Oh my god. Oké, ik ga nu gezellig naar Ann. Ik heb even gewerkt. En daar gaan we lekker pokeballs eten. Yay. En we gaan vanavond lekker een nieuw kusje. Dus helemaal zin in. Hé, hey, mijn dingetje doet het weer, hè? Dat schermpje. Oh, had gewoon even een storing. Het even een kater. Denk je dat dit op soort problemen. Maar ik ben dus met Ann en we hebben weer pokeballs. En we hebben ze gehaald bij Sky Asia. En die, daar hadden we het de laatste tijd heel vaak. Maar volgens mij zit dit dus alleen in Alphen. Zo ziet het eruit. Ja? Ziet het? Ja. Maar het ziet er wel heel chic uit, eerlijk. Ja, maar het eten daar. Dit is een zalm tonijn pokeball. En echt met boos, avocado, echt alles erop. En dan doen we dezelfde tijd nog losse AB Fry stukjes erop. Omdat dat gewoon zo lekker is. Ah, ja. Oh, ik heb zoveel honger. Kon ik niet wachten. Heel veel zin in dit gewoon. Ik ook. Oeh, toen je zei ja, pokeball, dacht ik ook meteen, ja daar heb ik zin in. Ik ook. Soms denk ik echt, nou, ja, ik had echt best wel geen zin in hebben. Ik dacht meteen, helemaal zin in. Ja. Anne en ik hebben lekker pokeballs op. En ja, we hebben echt al 2 uur volgens mij in de jacuzzi gezeten daar. En we zijn lekker Aperol Spritz aan het drinken. Zo heerlijk. We hebben echt helemaal verslaving daaraan de laatste tijd. Ben je toch nog nat eruit? Hè? Zonder ben je toch nog nat eruit? Ja. Ik ben fleurig. Ik haat het om nat op de wc te zitten. Ik vind het zo kut.
Maar dit is echt onze nieuwe guilty pleasure. Oh, heerlijk. Dan gaan we even lekker chillen in de jacuzzi. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vannacht bij alle geslapen. Want we waren zo moe. We waren laf uit aan het kijken. We zijn gewoon in slaap gevallen. Nu ben ik aan het werk. En ik ben... TMI. Time of the month. Zo fucking gezellig. En ik ben zo fucking zo geinig. Ik heb zoveel buikpijn. En ik ben helemaal gek. Ja, ik word het gewoon letterlijk altijd rond de 20. Ik ben zo regelmatig. Holy shit. Ik heb trouwens een koperspiraal. Ik heb er ooit wel een video over gemaakt toen ik hem liet zetten. Dus staat weekvlog van online. Dus als je er meer informatie over wil, moet je die zeker kijken. Ik heb nu een jaar, anderhalf jaar ongeveer mijn koperspiraal. En ik vind het ja, volgens mij ja, best wel chill. Ik merk er niet heel veel van. Ik had hiervoor een hormonenspiraal. Daar had ik wel heel veel last van. Maar van deze eigenlijk niet. Gaat eigenlijk helemaal top. Alleen mijn ongesteldheid is gewoon wat heftiger elke maand. Maar ja, wij vrouwen moeten wat. Alright, de meid heeft nu de nieuwe sportsetjes aan van Stronger. Ik ga nu lekker sporten. Helemaal zin in met girls. Anne staat hier klaar voor de deur. Hoi. We hebben zo fucking goed gesport. Dat is niet normaal. En we hebben dus op het einde weer yoga gedaan. En ik heb het gefilmd. Dus ik ga het even hier nader in doen. Echt fucking leuk. Ik vind het echt niet normaal. We zijn zo goed bezig. Ik vind het maar weet je wanneer ik dit wil doen? Op zondagavond. Ja, dat zeiden wij al. Dat op zondagavond moet je dit doen. Maar hoe lekker om dan gewoon even uit te kaveren met de yoga. Ja, dat is toch top. Ja. Oh, ik heb nog nooit zo'n heldere foto gehad. De meiden kwamen hier net gezellig nog even een koffietje doen. Dat was echt leuk. En we hebben zo goed gesport. Ik ben echt helemaal gemotiveerd. En ik kreeg net het pakketje binnen van Cass. Dus ik ben echt benieuwd wat erin zit. Kijk die verpakking al. Dit is toch echt helemaal de shit. Oh my god. Als eerst deze broek. Hoe fucking leuk. Ik hoop echt dat ik deze pas. Het is zo leuk. En een witte blouse. Oh my god. Hoe leuk. Nou, die broek zit echt als gegoten. Het is niet normaal hoe mooi en goed deze zit. Er zit ook een sjaaltje bij, maar die kan je natuurlijk met van alles knopen. En van achter. Kijk hoe vet mooi die zit. I love it. Ik vind dit ook zo leuk op je kont. Maar echt heel erg goed zit deze. Perfect. Voelt ook echt als een lekker kwaliteitje aan. En deze blouse, ook heel leuk. Gewoon simpel, maar hij is echt veel te gekreukt. Dus dat ziet er even niet uit. Maar een blouse is altijd goed natuurlijk. Maar hoe leuk! Oh my god! Ik ben er echt fucking blij mee. Ik ben gezellig met Stan. En we zijn nu in de bioscoop. We gaan even naar de film. We dachten, we gaan even iets leuks doen. Laten we een keer naar de film. Dat is echt super lang geleden. En we gaan naar Jurassic Park. World. Jurassic World. Ik ben er nooit geweest. In ieder geval, ik heb er nooit zo'n film gezien. Maar we hadden even de trailer gezien. Lijkt me wel leuk. En hij is dus ook 3D. Dus wel... Oh ja, een 3D bril erbij. Nou, ik ben echt benieuwd. En we hebben lekker. En we hebben lekker popcorn, mega groot. En M&M's. En lekker drinken. Goedemorgen allemaal. Nou, morgen. Het is echt wel een dik middag. Het is vandaag zaterdag en vandaag heb ik vanochtend gesport met Stan, Anne, Daan en Nina. Van gezellig met z'n allen. Dat was echt heel leuk. En daarna heb ik lekker een douche klaargemaakt en voor Daan's verjaardag zijn ze gaan karten in Amsterdam en lekker uit en zo. Dus we hebben de jongens allemaal weggebracht, Anne, ik en Nina. En we zijn nu in 3 auto's omdat we ze dus al weggebracht. Dus nu rijden we naar Anne toe, dan gaan we lekker eten, lekker kapsalon. En
ergens even gezellig dankje doen. Misschien nog even uit. Ik moet het even zien. Ik haat op het moment mijn outfit. Ik vond mijn broek vind ik wel leuk, maar mijn top echt nog niet. Dus ik weet echt nog niet wat ik aan wil. Maar goed. Ja, het is echt een dagje van niet zo heel veel doen eigenlijk. Nou, ik ben met de meiden. Je ziet niks. Oh. En we gaan nu naar Sunset, lekker een drankje doen. Nou, dit is mijn outfit. Kut outfit. Ja, allemaal shirt van aan, vanochtend aan, alles van we zijn echt allemaal spijker en zwart. Dit is een basic bitch. Kijk. Kom eens Nien, naast in het midden staan en dan Anna. Ja, spijker dan, oh ja. Dan zijn we echt een moke trio. Je spoot op mijn moke oog. Zie je, kijk even. Jullie liggen. Cheers. Nou, let's go, yo! Ja, sorry, maar dit is wel even weer een legendary moment. Ik zie rood. Dat is voor iemand. Anna gaat in de achterbak. As always. Kan ik helpen? Dit past niet! Schat, dit past niet tussen. Nee, dat zei ik al, jouw kontje past. Doe die voorbak naar voor. Moet ik kijken of ik pas? Of we gaan zo het dak open. Ja, joh, doe die achterbak gewoon open. Oh, dit slaat nergens op. Kom, we gaan even. Ik ga op jullie schoot zitten. Ik had een kleine ingeschopt, maar zo klein. Nee, kom, ik zag het al. Zal ik kijken of ik pas? Ik pas sowieso niet, maar ik heb nog een dikkere reet. Ja, jij hebt nog een dikkere achterkant. Ik pas misschien wel. Nina pas wel. Maar ik pas ik? Ik ben echt 1,50. Auw, mijn hoofd. Nee. Sarah, waar kijk jouw hoofd? Ja. Ik moet dan hier tussen. Ja. Nee. Ik ben echt een ukkepuk. Auw, mijn kont. Ja, help. Kom. Oh, oh. Hey dames, godverdomme. Oké, ga maar gewoon zitten allemaal. Die kut achterbak, ik haat die. Bob is de boe. Boze Bob. Bob is de boe. Ik ga volgende week dus naar Curaçao, Isabel opzoeken. Ik kan echt niet wachten. En ik heb een superleuk pakketje ontvangen van Chiquel. En daar heb ik alle leuke dingen voor besteld. Ik heb ook 2 bikinis. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En gewoon wat leuke topjes en zo. Dus helemaal benieuwd. Ik heb een kortingscode Sarah20. As always. Je kunt het altijd gebruiken. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ga het even allemaal uitpakken en aandoen. Oké, ik heb de eerste bikini aan. Ik heb deze nu zo gekruist. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon zo normaal als bikini dragen. Ik vind de kleur echt geweldig. Hoe leuk. En hij zit ook heel mooi. Ik heb de top in maat S. Ik weet niet helemaal wat ik van dat gekruisje vind. Misschien vind ik hem toch wel gewoon leuker normaal. Gewoon zo. Ja, ik denk dat dit eigenlijk wel gewoon leuker is. En het broekje heb ik in maat M. Hij is wel best wel laag. Maar ja, op zich niet heel erg of zo. Maar ja, ik vind het wel echt een leuke bikini. Heel mooi. De kwaliteit voelt goed. Het stofje is echt heel leuk. Het is echt een soort glimmend stofje. Dan heb ik deze hele grote bloesjurk. En ik had deze meer een soort, ja, een beetje nonchalant zo in gedachten. Die je lekker op het strand over je bikini kan heen trekken. Of als je lekker op je balkonnetje zit. Gewoon even lekker nonchi, oversized blouseje. Heel erg leuk voor de zomer gewoon. Ja, love it. Ik kan hem natuurlijk ook gewoon helemaal open dragen. Van achter is je zeg maar heel lang. En dan van de voorkant wat korter. Ik heb in de maat ML. Oh my god. Dit jurkje is zo lief. Hoe cute is deze? Echt de perfecte lengte. Van achter ook. En aan de zijkant heeft hij dus van die splitjes. Ja, ik heb nu mijn bikini eronder. Maar dit draag ik denk gewoon zonder BH. En een wat lagere uitgesneden rug. En het stofje voelt heel lekker. Het is echt de perfecte maat. Het is maat M, denk ik. Ja, maat M is dit. Dan nu echt een witte linnen oversized blouse. Ja, deze echt must-haves voor de zomer gewoon. Ik heb er al 1. Maar deze heeft een soort leuk patroontje. En dit is echt een witte. Die van net was een beetje beigeig. Dit vind ik zo leuk. Echt, ja, echt freaking love it. En ja, hier kan je er gewoon niet genoeg van hebben. Deze heb ik ook in maat M. Dan een zwart broekje. En dit is ook gewoon zo'n zwart linnen broekje. Met zo'n leuk patroontje.
Ik heb deze al een beetje in het beige wit. Dus ik dacht, even top om ook zoiets in het zwart te hebben. Dit kan je overal overheen gooien. Lekker bovenop je bikini. Een leuk broekje. En ik heb dus nog niet zo'n zwart, chill, kort broekje. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. Komt altijd goed uit. En dan eigenlijk alweer de laatste bikini. Dat is echt een super, super leuke bikini ook. Je ziet echt mijn tan lines. Oh my god, ziek erg. Maar dit is een super leuke rode bikini. Ook weer echt met zo'n heel leuk shiny stofje. Dit is het broekje. Heel erg mooi. In maat M ook weer. Freaking love it. En deze heeft van de achterkant dus zo. En van voor dus zo. Ik heb hem dus nu zo gekruis gedaan. Maar je kan hem ook gewoon zo knopen. Dus dat je deze zo gewoon doet. Maar ik vind het wel wat leuk hebben. Dat geeft je ook even wat meer boobs of zo. Maar ja, deze vind ik ook echt heel leuk. Dus ja, helemaal ready voor Curaçao met deze items. Dus wil je ook iets bestellen? Vergeet zeker niet te doen met mijn kortingscode SAGE20. Hoi allemaal, het is inmiddels alweer maandag. Maar gisteren was super leuk. Ik had in de ochtend high tea met mijn familie omdat mijn oma 90 was geworden. Ik heb gewoon niet mijn camera gehad, dus fucking dom. Dat... Ik heb het allemaal niet kunnen vloggen, want ik had mijn camera dus niet. En daarna zijn we gaan varen met vrienden. En toen ging ik dus met een sub achter een boot hangen. En toen ben ik keihard op mijn stuitje gevallen. Dus ik kan nu niet meer zitten, lopen. Ja, ik zit nu echt helemaal verkrampt. Het doet zoveel pijn. En ik kan gewoon niet sporten nu. En ja, ik ga bovenlichaam doen, maar het is echt kut. En ik ga woensdag op vakantie. En dan zit ik met zo'n gekneusd stuitje. Ja, even serieus wat die zit. Ik vind het echt niet leuk. Ik vond het echt kut. Maar goed, het is alweer maandag, dus deze... weekvlog is voorbij. Ik vind het ook gewoon kut om te praten omdat ik gewoon zoveel pijn heb. Maar goed. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie snel. Doei.